Die komt dan met de 16e, 17e, die willen dan niks meer. Nee. En zouden er meer kinderen dat hebben die op school zitten waar ze zich niet thuis voelen en daardoor zelf moordneigingen krijgen? Ja, nou, het probleem natuurlijk van het voortgezet onderwijs is ook dat de motivatie van de leerlingen zo slecht is dat er heel moeilijk lesgegeven kan worden. Maar nou bent u zelf met de school begonnen. Zit uw zoon erbij ook? Nee, die is 15. Oh, die is nu 15? Die zit niet meer op deze school. Nee. Maar die is wel goed terechtgekomen nog? Ja, het gaat nu heel goed. Hij is behandeld. En hoe hebt u die school, op welk moment besloot u om zelf een school op te richten voor uw kinderen? Toen het oudste meisje wat ik meegenomen heb, Lucia, ook zo depressief werd, dat ze dezelfde kant op ging als haar broer. Ja. Dus om te voorkomen dat we dat allemaal weer moeten oplappen, zijn we dan Lucia toch zelf. Lucia zit achter. Lucia zit achter. Ja. Ja. Hoe merkte je dat je depressief was? Hoe oud ben je nu? 11. Je vond het niet meer leuk? Nee. Waarom niet meer? Nou, ik kreeg veel buikpijn van het werk. Ja. En dat zei je tegen mama? Ja. En nu niet meer? Nu heb je geen buikpijn meer? Nou, af en toe nog eens wel. En op welk moment, als mama streng is? Nou, ze is nooit echt... Op school is ze niet streng. Maar thuis wel? Soms wel. Op welk moment is mama dan thuis streng? Als ze bijvoorbeeld onze taak nog niet doen. Als je het niet af hebt... En dat is dan wel vervelend natuurlijk, als je thuis bent, dat je moeder er dan ook nog bij is. En dan zegt van, je hebt het toch niet afgemaakt? Nee, dat gaat om de afwas hoor. De afwas, oh, de afwas. Dat soort taken. Oh, ja. En dat probleem kennen alle ouders wel, denk ik. Ja. Ja. En jij, hoe heet jij ook weer? Serena. Serena, hoe bevalt jou het om in de klas bij je moeder te zitten? Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Jij bent ook heel intelligent, hè? Nou, niet echt. Niet echt. Waarom niet echt? Dat weet ik niet. Nee, dat hoeft ook niet. Maar vind je, op welke school heb jij gezeten voor je bij je moeder in de klas zat? Ietsje jonger, denk ik. Ietsje jonger. Dit vind je leuker wel? Nou, ik vind mijn moederschooltje wel leuker. Ja. En jij daarachter? Hoe oud ben jij? 5. Ik vind het ook wel leuk om bij je moeder in de klas te zitten. Ja. Ja. Ik heb een aardige moeder. Ja. Ja. Nou, dat is een goed gesprek. Ja, en... doe ik trouwens zo gek. Wat zeg je? Ja, doe ik trouwens zo gek. Wie doet gek? Jij. Doe ik gek? Waarom vind je dat ik gek doe? Dat je hem laat lachen. Dat ik wat? Dat je hem laat lachen. Dat ik laat lachen? Wie laat ik lachen? Nou, hun allemaal. Nee, maar dat doe ik toch niet? Zij lachen zelf. Jij wil niet dat ze lachen. Ik vind niet leuk dat jij gewoon gek doet. Nee, maar een heleboel mensen vinden dat niet leuk. Maar dan doe ik nou even helemaal niet gek meer. Vind je het goed dan? Ja. Oké. Doe jij nooit gek thuis? Wel eens. Ja. Niet altijd. Maar soms. En wat doe je dan als je gek doet? Eigenlijk heb ik al een eigen taal. Je eigen taal? Ja. En hoe gaat die dan? Dat mag ik niet zeggen, dat is geheim. Oh, dat is geheim. Nou, dan moet je ook geheim houden dan. Wat leuk, geheimtaal. Dat was vroeger ook, hè? Dat je op een bepaalde manier met iemand kon praten en het kon niemand volgen dan. Hoe lang gaat u uw school nog uitbreiden eigenlijk? Ja, we gaan in april, mei het voortgezet onderwijs voorbereiden. Ja. Zodat ook de andere twee jongens weer naar de school kunnen. Oh. Want thuisonderwijs is... Krijgt u veel tegenwerking eigenlijk? Nee, dat valt heel erg mee. Er is heel veel behoefte aan individualiteit bij kinderen en bij ouders. Ja. En ook overheden. Het hoogbegaafde probleem is natuurlijk erg groot. Ja. En overheden weten zelf ook niet hoe ze het moeten oplossen. Nee. Nou, veel succes daarmee. Dank je wel.